Goedemorgen, goedemiddag en goedenavond, braden en Sisa. Wherever you are, waar ook ter wereld u bent. Dit is Sonny Paris en Mario Pinas op locatie. Ik heb hier naast me zitten Omro, de woordvoerder van de daklozen aan de waterkant. We gaan het vandaag hebben over de precaire situatie van de militaire periode. Ik heb jou al eens, ik heb jou 2 weken geleden gesproken, daar had je een heel verhaal. Daarna is er veel losgekomen, want u heeft veel losgemaakt in de samenleving. Ik heb veel commentaren, positieve, waaronder een paar negatieve, waarvan ik zelf persoonlijk geschrokken ben. Oké, daar want ik heb tien ze wan, pot heb tien ze fayat op zeep zijn, want pot als een journalist is eigenlijk, want je wordt beschuldigd. Dat hij misbruik die vrouwen heeft gezien, dat hij naar de editor, dat hij, ja, je laat voor, maar het is wel een serieuze beschuldiging. Wat is jouw commentaar hierop? Ga je dat vertellen? In een kondre ja, tere mama brok een man, je begeerde van man verkracht van man met Tjeningere. Toch? En in feite heb ik geen nieuws voor die gasten daarop, omdat meneer verdedigd was aan zijn nooit bestaan. Meneer Jilly binnen was aan zijn bestaan. Oké, dus je uiteindelijk noemt dat de geruchten zijn niet op waarheid berust. Ik ga je geven wat het is. Ik heb ook die dingen gehoord vanaf 5 jaar terug. Hoe ik uit het leger ben weggejaagd, want ik heb mijn dochter verkracht en ik heb een kind gemaakt met mijn dochter. Zo. Als deze man een dochter heeft van 25 jaar en ik ben 32 jaar uit het leger, dan van ik verkracht van Pjins om de besta bij maite. Dus meneer Babi Pjins heeft dan verkracht met Pjins ook. Dat is wel wonderlijk, ja. Oké. Okay. Net zo die meneer Steve Meijer-Botrong, ambassadeur in België, of Israël, direct aan mijn benen aan je. Toch? Dat is de manier hoe men hier in dit land mensen probeert te breken. En geloof me, broer, ik ga het gewoon zeggen. De man zal nog lopen me, enough lopen me. Maar nog buiten zou ik dat ik je wel. Ik lopen je toe. Toch? Maar moet leg je wans aan uit. Mijn pa bent hier, ik vind dat het hier op je bek. Ik vind dat ze de kaart aan pasta gaan bijen. Je hebt 3 soort mensen die praten. Je hebt 1 die praat omdat hij iets te vertellen heeft. 1 die praat omdat hij je iets wil leren. En 1 die praat omdat zijn bek stinkt. En je moet niet die derde zijn. Okay. Als je iemand niet kent, leer de persoon kennen. Als je wil weten wie de persoon is, maak contact met de persoon. Face the facts. Okay. Ik heb eens een keertje gezegd, alle de mensen hebben een seksuele situatie aan mijn taboe. Als jij seksueel gefrustreerd bent en dat jouw gedachten zijn met jouw kinderen, okay, doe dat. Maar laat mij en mijn lieve kinderen eruit. Laat mij en mijn gezin eruit. Toch? Want je frustreert mij niet. Ik lach om je mars. Ik lach om je wanneer je dat soort dingen zegt. Toch? Want Archibo heeft mijn kaartje voorman. Toch, mijn man? Dat want ik, maar ik ga voor ook bij. Dan heb je vindt dat ik me verkracht want je. Dan heb je oor hebt je minder voet op dat je me verkracht hebt. Dus laten we een beetje eerlijk zijn. Ik wil niemand zeggen van luister, stop met wat je bezig bent. Doe wat jouw gewoonte is. Het deert mij niet. Het deert mijn kinderen ook niet. We leggen je mars gewoon alleen maar uit. Maar ik kan me toch voorstellen als die kinderen er niks mee te maken hebben en ze horen dat over de vader. Dat kan anders weten, ik heb je voor je toe, voor de reageert op een zander. Anders weet ik je hem voor mij. Maar ik heb je tegen mij gezegd, pa, stop met reageren naar die mensen toe, want je gaat dat ding dadelijk een leven geven alsof je jezelf verdedigt. Toch? Maar ik vind het lastig, want je brengt mijn kinderen. Kijk, mijn dochter, mijn oudste dochter heeft 3 kinderen. Ze heeft een behoorlijk leven. Mijn laatste heeft laatst een kind, een zoon gehad. Ze heeft een behoorlijk leven. Mijn zoon die heeft een behoorlijk leven. Okay. Laat die kinderen van mij uit je nonsens. Als je mij niet leuk vindt, kom in je onderbroek en blote voeten, dan met poor microsis of zo skin, dat ik wat op onafhankelijkheid spijt, dat ik een nakko voel ik man. Maar nog vet aan mij in situatie like dat. Kom niet met die rommel op me af. Als men wil weten hoe ik uit het leger kom, simpelweg. Ik ben bedreigd geworden met een wapen aan mijn hoofd
door Alex Cairo, toen de tijd kapitein. Die mij zegt van ga uit mijn kazerne en kom hier nooit meer. Anders ga je naast Pico Sabayo liggen. En Pico Sabayo is die militair die wij al jaren zoeken. Die plotseling vermist is geworden. Toch? Dus dat if jullie killer, snap je zo man, in een kazerne, in een camera. Dat is de G3 van de kazerne daar. Wanneer je dan met Cairo alleen in een kamer zit en die man je zegt, als je nu niet uit mijn kazerne gaat en nooit meer komt, schiet ik je mas kapot en dan ga je bij Pico Sabayo liggen. Dan weet ik op dat moment dat ik daar sta voor de man die Pico Sabayo heeft doen vermissen. Want dat heeft hij zelf gezegd. Heeft hij me in mijn ogen aangekeken en gezegd. En waarom zegt hij dat? Omdat hij dacht, het is een van die mannen die door de bevelhebber toen, meneer Boutersen, helemaal gehypnotiseerd en dus die man, jongen, die man is helemaal één in taal en denken met meneer Boutersen geweest toen die witte mens uit Holland moet dood. Wat ja, hij niet, wat men niet wist. Even, we hebben het nu over de situatie in de kazerne toen de tijd. En dat was nog voor de tijd dat Boutersen de politiek in is gegaan. Ja. Oké. Okay. Daarom praat ik over de bevelhebber Boutersen. Oké, okay, ja. Wanneer nou meneer Goré bevelhebber wordt en met de man desertie strafen, ja, zo in Devil. Desertie? Ja. Van dat kon dan? Ik was onwettig aanwezig een tijdje na die oorlog, omdat ik eerder begon voeren als aanval. Het leger was het leger niet meer wat het was. Mm. Toch? En meneer Goré wordt bevelhebber. En als bevelhebber komt hij dan op alle eenheden en detachementen waar het leger mee te maken heeft een bezoekje doen. Zo is hij ons als militaire gevangenen ook komen bezoeken. Heeft mij daar gezien. En vroeg van, ben je niet een zoon van tante Wonnie? Want kijk, Ruben Roosendaal is een neef van me. Mm-hmm. Ruben Roosendaal is de zoon van mijn moeders zusje. Toch? Mm-hmm. Dus de man die ze vaak koopt, de man zat bij mij, want al die mannen die kwamen thuis daar bij ons. Toch? Mm-hmm. Dus Korea, ben je niet een zoon van tante Wonnie? Ik dacht, ja, toch, wat doe je hier? Ik dacht, deze hersie. Toen heeft hij aan minder van hem gezegd van luister, deze man moet gelijk uit de gevangenis. Hij moet zich melden bij mij op kabinet bevelhebber. Oh, oké, okay, maar had je toen niet in beklag kunnen gaan bij meneer Goré, aangezien je bedreigd werd door meneer Cairo? Nee, dat komt later toch? Dus dat kan je nou vertellen hoe dat kwam. Nou, wanneer ik bij Goré ga, zegt hij mij dat ik een... Dus die hele fight van die revolutie ging om een bond voor militairen, toch? Mm-hmm. En ik kreeg de opdracht om die bond te stichten. Maar omdat ik weet wat bond Bomica, toch? Bond militair kader, teweeg heeft gebracht, een coup. En ik niet in mijn achterliggende gedachte had om ooit een ander zwaard op bladzijde te brengen in dit land. Toch? Dan ben ik in op een bond militair kader, Tori. Mm-hmm. Toen ben ik met een bestuur begonnen met de VSMEC-NL, de Vereniging van Soldaten, Messers en Kantines. Oké, okay. Bestuur en Jaardem, die de trekker was in die Binnenlandse Oorlog, de kolonel nu, die leeft nog, u mag hem zelfs gaan vragen. Je hebt Major Parabising, die is major, die weet het, hij is nu inmiddels met pensioen. Maar ik kan ook alles onder jou zo na. De kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen, Jommie ten Drape. Dulder, die is nou van mij, of luitenant of kapitein, die zit bij de MSD. Zijn mannen die het weten. Souda, Emro is commando, is major. Zijn allemaal mannen die het weten, toch? Mm. Ik heb toen opdracht gehad. Nee, Jadem die is voor wat betreft mijn FaceMac NL. De peetvader geweest. Hij zou het controlling system zijn. Ik kreeg toen opdracht van bevelhebber Goré om het goed te maken met Nederland, niet de Nederlandse regering, mm-hmm. maar met het Nederlands leger, omdat toen Goré bevelhebber geworden is, de kazerne
uitgeplunderd was. Het was leeg, toch? Oké, okay, maar wat bedoel je? Specificeer daarvoor me. Uitgeplunderd? Ja, wat bedoel je? Kijk, het is publiek geheim, iedereen weet het toch? Toen deze regering overnam van de vorige regering, alle ministeries hadden dat toch, die uitgeplunderde situaties. Men moest gaan, de man ben bar, piu, pe wagide, piu, pe een computer de piu, nou. Abon, dus als ik het goed begrijp, bij wisselen van de wacht nemen de oude mensen die daar zaten, die nemen de man voor meer dan hun de man eigen de man voor bijna alles wat je kazerne leeg. Zijn wapens, zijn... Nee, bedi, meubilair, alles wat zijn die, apparatuur, toch? Mag geen wapens, want dat is nee, wel belangrijk. Nee, daar da, okay. da, brand je je fiets niet aan, maar okay. Niet en wat Gori bedoelde met ik moest het goed maken met Nederland, ik moest het daartoe brengen dat het Nederlands leger, Defensie, in goed contact weer kwam met Suriname, want het was... nul op orkest met Suriname. En natuurlijk, Gori was ook een man van die 16 die vermoedelijk Nederland ook niet lustte, want ik kan me niet indenken dat hij mij toen als soldaat 1 de opdracht geeft om deze taak te vervullen. Toch? Oké, ik treed in contact met luitenant-kolonel Dekker. Hij was militair attaché hier van, het, van de ambassade van Nederland. En zo kwam ik hier zitten. En ja, ik heb contact gehad met Defensie Nederland. De man begon zitten om een container te zetten. Oké, container naar een materiaal, militair, wapens? Militair materiaal, geen wapens. Ik heb nooit gesproken over wapens. Uitrusting. Nee, ik vraag het omdat het duidelijk moet zijn omdat over wat het over gaat. Omdat dat dan bij Kisaman Kerikba. Oké, oké. Dus mijn bon tak nog een wapen door die morgen. In elk geval... Via luitenant-kolonel Dekker, de lijn Koti, op een goed moment, besloten door de bevelhebber Gori, luitenant-kolonel Dekker en kolonel Jardim, dat ik met mijn bestuur naar Nederland moest gaan om andere laterale en bilaterale zaken te doen daar, toch? Zit Sanikong voor het leger hier. Nou, onze maar, paspoorten... Even me onderbreken, want de logica hierin ontgaat me een beetje. Dus jullie soldaat 1, kiezen tijdens de... Was het een periode van vrede of zo? Na de oorlog. Na de oorlog krijg jij dus de opdracht om een militaire bond op te richten. Precies. Maar jij kiest ervoor om niet op het niveau van de officieren te gaan, maar daaronder te gaan zitten. Precies. En het is een militaire bond voor Suriname, in Suriname. Wat heb je dan in Nederland te zoeken? Oké. We hadden geen Malamoer, dus we gingen weer op het pad van we gaan weer bedelen bij Nederland. Okay. Want dat is schering en inslag in dit land. Mm-hmm. Ook in de politiek, alles. Men ziet Nederland als een verdomd groot Sinterklaas snoepzakje. Is dat niet zo? Anne Sinterklaas daarvoor. Ja, Anne Sinterklaas. Abakarabas heeft konjoen gewoon zo oprecht. Oké. Okay. Laat maar even beside gaan. Daar kan okay. Die witte scheetlaarzen daar. Toch? Moeten eraan beginnen te denken. Om Suriname te komen betalen. De slavernijgelden. Laat men daar aan beginnen. En dat moet specificeren. Imbi den blagaman. Voor die keer die had lebaden. Hem die den koolief, die kap den keer die zo na komen wein. Hem die den Japanese, voor die pot den meklabar, aan het als een keer den jas in de suikerievelden. Dus ik praat over het heel volk, want ik praat over slaven hem net. Even zeggen, maar je na boeru toch, maar de mannen doet de boeru niks, maar dat fokken. Pardon, mannen boeru. Ja, oké, dat is wat je doet. Pen wit man. Ja, maar pen wit man. Maar een tigri man wit man. Ja, tigri man wit man. Mijn vier misref van para albino. Ja, beter dat je baro, of jij para. Maar para man, mannen Nederlander. Om eerlijk te zijn van mij, ik ga het zeggen, Holland, meneer Alexander, sorry voor je heren die scheren. Ja, wie vleert dat niet voor je heren, hij mooi maakt je man. Maar voor mij zie je een dek zo opdrapen, toch? Hij mag bos, hij mag zoen. Alle witte Hollanders mogen van mij kant dood.
voor wat jullie Suriname hebben aangedaan, voor wat jullie Nederland hebben aangedaan in de slaventijd tot heden. Want dat Bouterse situatie is ook jullie schuld. Jullie hebben veel dikke vinger in die situatie. Wat even. In een vorige gesprek was je namelijk veel tegen Bouterse. Zeiden met je draait die. Omdat man eerlijk maar tegen dat van broekje en dat van MP. Wat munt nog op Wansi no man? Wat man zijn ik kost Bouter Wansi? Dan nog maar tak boom van man toe. Dan ben je een hypocriet, dan word je betaald door een politieke partij om die man te verieten. En dat ben ik niet. Bouters heeft ook goede dingen gedaan, zie maar de bruggen, zie maar de wegen, zie maar de volkshuisvesting die hij achtergelaten heeft. Toch? Dat Bouters heeft gemoord en dat soort dingen. Het deed mij niet, het regadeert mij niet, maar scheet erop is dat. Hij doet me wel eens wel, want familie heeft me ook toe. Rambokas, dan nog niet, maar Omrousing, Cyril Daal, Johnny Kampervee, Ampi Kampervee, mijn familie. Toch? Meneer Jotja, man. Ik zeg alleen, hij moet opgesloten worden. Zoals elke crimineel opgesloten wordt. Ik blijf daarop. Maar als je maar goede dingen heeft gezegd, dan moet je, gedaan, dan moet je het ook zeggen. Oké, maar wat even, het is, aangezien de man bij de Joff-familie, jij vindt dus dat Bouters een keer de man onschuldig, het waren allemaal onschuldige mensen. Dat ze onschuldig waren, weet ik verdomme niet. Minus op sabbe de leren. Only your friend know your secrets. Bouta wans of zei ze. Zolang Bouta nog op een mofo, te kadikati op een mofo, tak sana a arpat situatie, samsa precies, tak de man ben. Dede, wat dan in een blanco bladzijde in een boek Bouta ze? Nee, want volgens mij, maar bij takas aan, ik ben tak, luister, me beheer het term krijgsrechtervelde. Krijgstuchtervelde. Of krijgstuchtervelde. Dat je dan meteen moet optreden tegen een bedreigende situatie. En dat was toen. Maar ja, wat die bedreigende situatie is, Minosabio, omdat hij gaat er ja, maar wie zegt ook dat Bouters dan gelijk de waarheid heeft gesproken toen? Ja, maar wie zegt dat de andere de waarheid spreekt? Wie zegt praten? Dat hij ook niet de waarheid, daarom zeg ik. Bouters alleen kan nu, en ik ga zeggen nu, want kijk. Tijdens die oorlogssituatie, tijdens die moorden, ga je praten om je hachje, toch, te behouden, toch? Okay. En ik had het nog gedreven, makkeraar, sprongen daar man en miauw, nou, kwaaiw! Dus in berieken dat pa, Bouters moet nu, anno 2021, op zijn poten staan en het volk, die zijn, want Bouters was volksvriend, hè. Ook de tegenpartij hield van hem. Nou is hij volksvijand geworden. Sta op je poten, kerel. Kom het volk uitleggen wat precies is gebeurd. En krijg je veto terug. Okay. Als je weer de politieke hoogte wil bereiken met de Bouterse, kom tegen je kondere atroe. Op je mofoalisie. Kom vertellen wat in het dossier staat dat in Nederland zit. Want je blijft maar zwijgen terwijl hij boem boem zeiden. Junang en Nederland moet ik. Bouterse en Nederland hebben geen ruzie. Nederland heeft vrede dat Bouta op Dalang Wantori, ze op het Nederland die een probleem. Even tussendoor, maar zijn Nederland moet vrede op zijn naam? Want zijn naam normaal doet Nederland niks. Dat was hij denkie. Dus ik begrijp het niet. Dat was hij denkie. Dat was hij denkie, laat me je vertellen. Als men internationaal hoort dat Nederland de oorzaak is van een coup, de oorzaak is van 8 december moorden en de oorzaak is van Junkercommando Binnenlandse Oorlog, dan worden ze tot dan krijgen ze een grotere embargo dan Cuba door de PN en de EU. Want als ex-kolonisator mag jij je niet mengen met politieke situaties van de ex-kolonie. Maar dat is en dat heeft Nederland wel gedaan en dat is het dossier dat men bewaart. Oké, en waarom kijk, want ik kan je wel vertellen van dat de rest van de wereld behalve de 8 december, weet gewoon dat Nederland de hoofdverantwoordelijke is. Ik zelf, persoonlijk, ik mag daar persoonlijk niet veel over zeggen, maar ik hoorde geluiden dat men in het buitenland wel degelijk weet, omdat zij bekijken de dingen niet emotioneel, maar rationeel. En daarin staat Nederland aan het begin en aan het eind. Het punt is alleen, de Surinaamse bevolking doet er niks aan en het Surinaamse rechtssysteem doet er niks aan. Die is nog te veel op Nederlandse schoei. Dus vandaar het. Nasrana moest bepalen. De Surinaamse bevolking gaat niet zeggen toch.
Zolang Surinamers nog leven in die slavernij, hypnose en psychose, ja, masra. Zolang er een meisje met Malekado, dan gaat er geen moord gebeuren, niet. Toch? En zolang er een meisje is Hollanders Legado, dan gaat die zwarte bladzijden in het boek Suriname, te betreffen de meneer Boutersen en die Koep en meneer Brunswijk, toch nooit geblankeerd worden. Dus met andere woorden, en nu zeg ik iets vrijpostigs voor mijn eigen rekening. Dus zolang het volk niet wijs wordt, dan heb je kans dat Boutersen puur zang door Nederland wordt veroordeeld voor een mislukte staatsgreep en de 8 december moorden. Omdat Boutersen het land niet heeft overgedragen aan Nederland zoals afgesproken was aan het begin. Dat weet iedereen nog. Ik ben en blijf de man die zegt, ik wil Boutersen persoonlijk vermoorden. Toch? Maar ik ben ook de man die zegt, dankzij Boutersen is Mozes van Suriname, die Suriname 45 jaar lang heeft behoed tegen recolonialisatie. Dat is waar. Toch? Als Surinamers, ongeacht welke politieke kleur, dit niet willen accepteren, dan ben je geen Surinamer. Dan ga in het land waar jij denkt dat jouw gedachtegang het best is. Dan ben je in een verkeerd land, toch? Ja. Ik zit Boutersen hier niet op te hemelen hoor, want ik blijf bij mijn standpunten. Alles wat ik in het verleden heb gezegd, blijf zo. Bouta, Dagumi. Ik ga niet emotioneel bezig zijn hier. Maar, lek christen, me vergeven man. Maar ik leef nog in die situatie van meneer Boutersen. Ja, want nu je gebruiken wordt christen in de, met in de kielzog om hem gewelddadige en onvergevelijke dingen. Dus dan wat soort tegenspraak of dubbele tong. Lek zang. Lek christen. Gij zult niet doden. Ja, gij zult niet doden. Jongen, Bijbel begin Genesis. Je moet vergeven. A Bijbel begin Genesis, hij stopt openbaren van Johannes. Ja. Naar Gado Abba leiding en naar Heer Bijbel naar Sosotiri. Ja, maar Gado mag keren, wie niet? Oh, en ik ben geboren naar soort en gelijkenis van die man. Oké. Okay. Dus ik ben zijn eigen soort en ik ben gelijk aan hem. Maar daar waren we dan over, want dat wordt een keer toe toch? Dan is er niks aan de hand toch? Kijk, dat gedeelte. Oké. Okay. Dat ja. Gedeelte met ik ben meneer George. Meneer George 8 december Tori. Met Akwasani. Hij moet opgesloten worden, net als elke crimineel. Het grondwet zegt dat we hebben gelijkheidsbeginselen. Ik heb je maar voortoe bepreden, maar dan kan je een broek als rota maar 3 jaar. Dat je doet door dat bewezen vlak komt, dat je wat vrij. Laten we eerlijk zijn, het kan nooit gezond zijn voor het volk. Laat me dit zeggen. Als je vader in huis bent en je hebt 4 kinderen, en je zegt tegen die kinderen, ik wil niet dat iemand hier op deze tafel drinken of eten zet. Dat is de bakker en de tv, dat hij op zijn dag heeft die. Breng een kopje koffie voor me daar, tientje aan de en zet op tafel. Wat voor voorbeeld bij als vader. Ja, toch? Dus het komt van bovenaf. In een kartij heb je tekenen of zo, in figuur voeten of in een coin zien, maar je hebt een vloer, maar heb je figuur voeten. Oké. Toch? Maar anyhow, terugkomen op dat andere gedeelte, toch? Van die Nederlandse situatie en het bond. Ik zou richting Nederland vertrekken. Kolonel Jaardem heeft meegeholpen om die paspoorten in orde te krijgen. Alles was eigenlijk in kannen en kruiken. En toen kreeg meneer Cairo dat te weten. Maar van Goree mochten wij van het bestuur niets aan het leger en overige militairen laten weten dat wij naar Nederland zouden gaan en dat we met Nederland bezig zijn om militair materieel, goederen en bevoorrading te krijgen. Okay. Omdat hij volgens mij, ik denk nu met mijn beter verstand, ik ben niet zo naïef meer, toch? Denk dat hij niet, wanneer het gebroadcast zou worden, dat hij bij Boutersen en de rest als mannen van de 16 niet zou komen uitvallen als een verrader. We waren tegen Nederland en nou laat je Fernandes als stroomman gaan huilen, toch? Ja. Nou. Maar dat is op zijn minst een beetje opmerkelijk. Op zijn minst. Dat?
dat je hebt het tegen Nederland en dan nu je eigen mensen plunderen je. En dan ga je weer gereedschap zoeken en materiaal bij Nederland. Oh, ik bedoel, dat is het. Nou, de verloren zoon ging terug naar zijn vader. Ja. Dus, ik heb mama Nasri Bikolo, ze wist van Kosi, wist van Yagi, dat ben je ook baga. Maar mama, ik heb hem tien, dat vaak. En mama, sorry, ik ben daar keer hem tien. Mama, ik heb hem tien, dat tien, maar ik kom baga, want dat is ik ba. Ja, nee, maar je zou samen hebben doen. Dat was ook nog, je hebt over Nederland, maar dan. Tweede Wereldoorlog, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Nederland is een bezet land geweest. Vlak na de Tweede Wereldoorlog, ze zijn geen bevrijd. Geen bezet land, man. Een bezeten land. Ja, ja dat ook. Vlak na de Tweede Wereldoorlog. Nederland is trouwens ontzet door Canadezen en Amerikanen. Weet je. En wat doet Nederland? Nu is een half jaar na de oorlog of een jaar. Gaan ze naar de kolonie toe. Indonesië. En dan gaan ze oorlog voeren. Terwijl je net op de oorlog. Dus naar ASEM Nederland. Dat is. Dus daarom heb je dus vanuit die open meer actie. Uno beka leren les. Wel. Maar dat staat in de geschiedenis. Het deel met de Nederlander is het deel met Satan. Dat is hem sabi. Ja. Zie maar nou, kijk, ik ga het brengen. Heden ten dagen, nu, vandaag. Diaspora, Nederland, gaat Suriname, gaat Santoki helpen. Nederland, mijn volk al aan het ook, Nederland zou Santoki helpen als hij politieke regeer mag had. Verworven. Nu daar hij zit, wat doet Nederland? Ze hebben hem overal in zijn kont geschopt. Maar dat hebben ze toch ook bij Boutussen gedaan? Wel dan. Hebben ze toch bij en Aaron toch, gedaan? En toch elleven Surinamers nog maar met Nederland, terwijl we hier het 15e rijkste land zijn ter wereld. Ja. Oh, pardon. Wacht. Kom maar. Hij is maar even voor mij kiezen wat sms. Ja, hij zijn het aan het? 15e, hè? Amerika 15e rijkste land. Wacht hier nou, wat is het? 15e rijkste land der stommelingen is het. 15e rijkste land der stommelingen of 15e rijkste land met stommelingen? Zijn er precies? Met. Oh, met stommelingen. Want code heb je een criminal. Jongen, 400 jaar terug, hoe zou ik bij Holland dan doen? Oezap dat wap, goutu wap, diamanti wap, water wap. En we blijven maar ellen met de Nederland. Hoe is Nederland rijk geworden? Vanuit de Surinaamse bodem. Waarom kunnen wij niet rijk worden? Vanuit onze eigen bodem. Oh nee. Sinterklaas kapoentje, je hebt toch kapoentje. Houd toch op man. Waarom moeten we maar... Oké, genoeg over Nederland, genoeg over Boutussen. We gaan naar de huidige politieke situatie nu. Volgende naar Kerry. Vaak naar Kerry Tokino of Kerry. Jere nou. Wat zijn de vorige? Met de kassan moet ik een baga. Hij tak een baga. Voorzien bij dat bouten in map. Nu met dat Santoki, you carry map. Jongen, is dat wat me? Jere moet je wel mooi waren. Jim bij dat bouten in map. En die peers want hier me. Nu met dat Kerry Santoki, you carry map. De sem en die peers want hier me. Dat is ook one dan. De sem en die peers? Hé, de man valt me aan en op Chinzo. Chinzo. Mama. Oma Kerry. Oma Kerry. Middag, maar dat zou wel niet. Dus jullie zijn gelijk als die ene man die een vrouw niet in bed wil hebben, maar ook niet een man. Dat wat willen jullie dan wel? Oké. Mikos Bouta aan de boom, nou Mikos Santoki aan de boom, dat zou wel niet. Lekker de man. Omdat die Bekos Bouta, hoe bevindt dat hij nog kan doen, dat hij maar nooit die Kos Santoki daarbij een verrader. Dat wat is het dan wel? Dus mijn man begrijpt ze dan allemaal, dat lukken nog. Dat is een interessante gedachtegang. Hé, mijn body. Dus soms vraag ik mijn eigen af. Ben ik niet in een verkeerd land geboren? Oh nee, ik lief tussen verkeerde mensen. Nee. Nou, maar zeg je zo. De politieke situatie in Suriname is niet rooskleurig. Ik ben zwaar voor haar. Maar geloof me, als oud-militair ben ik op. Up-to-date op de hoogte van alles, meer dan dat de president en zijn dreamteam weet. Toch? Bouta leert me ons aan en dat geef ik hem een gouden stuiver voor. Taiwan's op San Vicon Dream, daar staat hij. We hebben de 5 jaar, daar staat ik.
Mina sa wansa ne kibri jimi. But e volgens mi lo bota want he de ya ya wada wana. Mi se fe tu e fono wanda ya na ke so da ya na ke so. Yera, yera. Kompo ta sa ingronta. Kompo ta ingronta puti de me kufos tang. Mine he ti ihe bota. Bota eta mi ji. Mi ati bita tap na ma fu sa ma da nga mina nga de koli kaf mina bena lang so olok. Date hat mi. Oh, no, da e libun lek dagu da e ne luku funu da be tinja president geweest heb je scheet kreip aan gaat aan ons. En dat is het punt wat je dat is het punt dat ik heb. Want mijn militaire collega die zijn ook op straat. Oké, okay. Maar jij bent ook dat is wat ik heb met boten zo. Oké, dat begrijp ik. Ja. Dat begrijp toch? Ik beter. Oké, okay, maar wat heb je met wat heb je nu tegen Santoki? Santoki? Ja. Kerry. Kerry, alleen Kerry. Nou, look. Alleen Kerry. Look. Santoki heeft zo geageerd tegen Boutersen. En dat zou niet goed zijn. En zo zou niet goed zijn. En zo zou niet... Dus, look. Ik heb Santoki gestemd. Moet dat ging. Allemaal maar sabi. Meneer Vrede. Toch? Je bent een van die slim stemmers. Ik heb Santoki gestemd. Okay. Omdat Toussaint-Doumi... Eén, die lange vingers mensen die moesten weg die de centrale bank wat. Is dat toch als aanbegoed helemaal fout aan de longeren had baas het niet meer in de hand. Mm. Toch? En mij bij Sarakel dus ga liever thuis in plaats dat je dan verder geschaad wordt. Mm-hmm. Want de basis is dat er vijf jaar, dan zou wij verder geschaad worden, okay. Zo graf in. Nou, ga liever thuis. En ik heb zand ook gestemd, omdat ze met een chimboy met dat jongen van kulite kan konden hebben dat je hoorde de weg. Koja kulie van kans koosje voor de toch? Bim. Kom wat komt. Santoki, de PAP en die gasten die nu het regeer mag hebben, hebben in het parlement, bijna moet ik in het huis der klonen. Mag je zeggen? Mine dat toch? Nee, 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 maar mine was stop. Nee, ik ga niet zeggen in het huis der klonen. Okay, anders krijg ik een probleem. Anders moet ik gaan verdedigen. Dus ja, ik zeg liever niet in het huis der 51 klonen. Ja. Maar daar toch in dat huis, waar ze met elkaar aan hangen, heb ik gehoord hoe deze mensen die nu zitten, het regime boters aanvielen op bepaalde zaken. IMF Phnom Kong. Olibosaka, schoolbusbovrij, en ga zo maar door. Mm. Je kan zo, wat schets mij de verbazing? Nu komt die regering en het wordt duurdere IMF, IMF Muskong, Olikomoro Diri, Guns. Wacht even, maar ik heb wel één punt ter verdediging. Ik stond laatst naast mevrouw, weet je, die dame van... NPS? Pengel. Nee, niet Rut. Nee, weet ze. Nee, geen Weidebos. Ze zit nu in de dingen. Miss Atibron. Anno Ferreira toe, want dat is nee, 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 nee. Etnel. Etnel, mevrouw. Ja, Etnel. Etnel naar Pengel toch? Etnel naar Pengel. Ja, minus dat is toch Etnel Pengel. Oh, Etnel. Oké, okay. Okay, dat weet ik niet. Maar zij heeft dus gezegd dat, luister... Tijdens haar campagne heeft ze dus duidelijk gezegd, we hebben het ook op band, hè? Mevrouw Edna Pengel heeft dus gezegd van, luister, de NPS heeft beloofd van 5 jaar pinaren en na die 5 jaar gaat het zo goed gaan. Dus eigenlijk vindt zij dat zij niks verkeerd, tenminste dat één fractie, nog doet niks verkeerd. Zij zit er gewoon op rol. Wat vind je daarvan? Ze hebben niets aan het toeval overgelaten en dat is geen leugen. Dat heb ik ook... met eigen oren gaat. En ze heeft gelijk. De revolutionaire mensen in de regeermacht kennende. Wanneer een nieuwe regering komt, ga je eerst scheten voordat je kan puffen. Terwijl je moet eerst puffen voordat je kan scheten. Dit heb je toch? Ja. Dus zij had het goed. Kijk, ik neem mijn petje af voor die mevrouw. Mijn petje af voor een Tigri Barba Vakerling. Belfor, maar petje af voor een Aziz Kumar Kayadin voor een vertrouwen jong. Atalem die staan jongen voor NPAP. Yogi, maar petje af voor die gasten. Waarom? En waarom? Ik zag die mannen als hypocrieten. Poor Pengel, ja, ik heb het over die drie mannen. Belfor, Yogi, Aziz Kumar. Ik zag ze als hypocrieten. Maar als ik nou met oren, ogen en neus merk dat ze niet
schromen om te schoppen aan de schenen van hun eigen regering. Waar het fout gaat, moet je applaus toch, want dat is het toch. Je bent niet parlementariër gemaakt om jouw partij te verdedigen in goed en kwaad. Je bent daar gezet om voor mij als burger te praten. Dan moet je dat doen. En als ik zeg van ik vind dat niet goed, dan moet jij dat gaan zeggen aan die man van ik vind dat niet goed. Je moet niet zeggen van de mensen op straat vinden het niet goed. Ja. Kijk, als jij BOVA bent, BOVA, sorry maar niet even. Als jij BOVA bent en ik zou zeggen BOVA luister nou, zeg aan Boutersen, we hebben genoeg van niet te weten wat is gebeurd 8 december. Dan moet BOVA niet gaan en zeggen van luister, het volk heeft mij gevraagd meneer Boutersen, dat ze het niet goed vinden dat je niet praat over 8 december. Dan moet BOVA rigoren gaan en zeggen van luister meneer Boutersen, ik vind dat jij moet zeggen wat is gebeurd 8 december. Want daarvoor ben je daar. Je bent mijn spreekbuis. Oké, okay, maar dan ga ik je even brengen van BOTA, naar BOVA. Ga ik je weer brengen naar de coalitie. Coalitie. Zet elkaar zo, Mikado. De coalitie, de mensen die nu de regeermacht hebben. NPS, ABO. Abo Pangafi, Happy. Dus nou dat maakt dat coalitie. Ja, coalitie samen. Ik denk dat coalitie dan van Koufis of wat ze. Nou, van Koulouzou. Van Koulouzou. Ja. Mensen zijn met de heren om te spuiten, moet je dat doen. Oké. Want dan zouden we zielig bezig zijn. Dus de enige die ik zie die echt tegengas geeft aan de coalitie is meneer Belfort. Want net ik kan yogi na, als is gaya din, maar ik, het volk zegt ze dat ze nog steeds trouw zijn aan partijpolitiek. Kijk, dat ze partijpolitiek. En dat vind ik oneerlijk. Je moet niet komen met racistische sentimenten of mino lobaman is mino matak boom van man. Het is toch yogi die, en als is kuma gaya din, die de minister van OE flink op zo'n donder heeft gegeven dat hij nu moet janken als een kleine sissy meid. Dat er nooit geld is terwijl hij niet daadkrachtig bezig is. Dat vond ik geweldig. Okay. Het is toch Yogi en Aziz Kumar Gayadin die tegen meneer Santokhi zegt van je moet een paar ministers gaan reshuffelen. Okay. Ze hebben wel niet gezegd welke minister, maar laat maar meer. Meneer Santokhi luister. Je moet Suriname nou eens anders gaan en mensen doodgaan. Je moet. Elke regering in de wereld heeft een minister van volksgezondheid. Wanneer ga je een minister van volksgezondheid installeren in dit land? Want we hebben een minister van COVID. Laat minister van COVID blijven en zet een minister van volksgezondheid voor ons. Anders gaat het volksgezondheidssector doodbloeden. Is het niet al doodgebloed dan? Daarom toch. Maar voordat die laatste druppels vallen, zet een volksgezondheid minister hoor. Laat meneer COVID blijven. En dat bedoelt meneer Aziz Kumar. Misschien waren ze bang om het te zeggen, Pierre Boursou, maar die COVID-minister moet weg, hij deugt niet. Die man zit ons te verzieken hier in het land met COVID. Alles wat de dagslag is, is COVID. Maar je hebt een man in want een man bij poes, want zijn niet een natuurlijk mina afusensi. Natuurlijk een man afusensi toch niks naar man brok aan man toch. Wanneer je het hele land hier sluit voor 12 dagen, total lockdown, dan zit je lekker met je vrouw te likken blikken daar zo op een strand in Miami Beach. Ja. Voor mij deug je niet, je mag opdonderen meneer, hoe heet je Ramadino, hoe je heet. Je mag opdonderen. Prins Willem-Alexander heeft het ook gedaan in Nederland en hij is meteen teruggesloten. Dus kan die man Prins Willem-Alexander naar Martin in ieder geval. Ja. Als men een koning kan terugfluiten, ja. Waarom kan men een afgezant van een afgezant? Want mijn man is afgezant van de president. Afgezant van een. Maar die man deugt gewoon niet. Nee, amana afusensi. Een man brok aan man. Dus dat heeft hij zelf en gezegd. En daarom juist zeg, amana afusensi. Afusensi de vinden die naar grond op, jongen. Dat wil zeggen, je bent gewoon niets. Een beetje binnen zit dan. Wel, nooit is jouw afusensi toch? Ja, dus ja, we zien hem ook niet toch? Okay. Zo simpel is dat. Okay. Meneer Ramadino, of wanneer Ramadino? Hoe heet die man? Ramadin. Meneer Ramadin, ik ga je vragen hoor, ga curry koken thuis hoor. Maar meneer Ramadin moet ook curry koken? Ja, en overal smeren ergens. Maar dan kunnen ze niet beter een cricketteam beginnen dan? Nou, als een boven houten ze dan. Dat is allemaal jouw, Nee, maar echt. En dat vind ik geweldig van Yogi en Aziz Kumar. Ze hebben wel niet namen genoemd, maar ik kan. Kijk, ze hebben één al weggezet, Pocky. Oké. Ramadin mag naar zijn huis, ja. Zet iemand
Niet omdat die man de medische dokter is, wil zeggen dat die man God is en alles kent van het systeem. Want je kan medisch dokter zijn, maar je hebt geen behoorlijk en adequaat leiderschapsstudie in je donder zitten. Toch? Je hebt geen management in jou. Dus wat jij zegt, misschien was hij als huisarts, kon het nog wel. En als zanger, want ik hoor dat hij ook zanger is. maar als minister... Als minister mag meneer Ramadi naar zijn huis, ik zeg het. Okay. Men mag boos zijn op me, hij mag naar zijn huis. Okay. Ga een beetje Taaierblad praten met Yogi. Oké, de kijkers en luisteraars van Kulturu.com. Die zijn heel verheugd met je bijdrage. Alleen zij willen weten, en ik vraag het je om het zo kort mogelijk te houden van hoe dat komt dat zo'n markant figuur als jou op de slaapbankjes, op de zwerversbankjes aan de waterkant heeft beland. En dat mag je me vertellen in 2 zinnen. Het gaat jammer in 3 zinnen moeten gaan. In 3 zinnen. Okay. Oh, laat me even kijken hoor. Ja, ik zie dame, dat. Hallo. Ja, okay. Hallo. Dat is wel kunt komen. Even komen alsjeblieft. De dame is gonna destroy excuses. Oké, maar waar komt die dame doen? Wat komt antwoord die dame doen? Gaat zij jullie geven. Met Karwan dood voor je. Ik ben niet erg als ik. Wilt u even voor mij iets lezen in het nieuws, mevrouw? Ja, kom maar. Wilt u even hier zitten, mevrouw? We hebben hier een lieftallige dame. Waar Oema Fusranang. Zet zo dat, mevrouw. Mag je even naast me lezen? Ja. Kijk. En daarmee mee loopt Nike toch? Destroy excuses. Oké. Okay. Kunt u voor de wereld lezen hoe Fernandes hier zwerver is geworden? De heer Fernandes Ronald, geboren 16 maart 1963, is vanaf 04-06-2016 blind aan het rechteroog en heeft subnorale functies van het linkeroog. Op grond daarvan is hij voor 48% invalide. Wanneer heb ik die brief gehad? 11 augustus 2021. Wanneer heb ik die brief gehad, mevrouw? Het minister van Sociale Zaken. Nee, het is gericht aan Sociale Zaken om een steun te zoeken. Oké. Okay. Oh, AZP. Ja. En? De heer Dr. Anders Themen, oogarts. Oké, maar wat staat hier precies? Want ik kan iets hebben, maar dan moet je het invullen. Dankjewel, Goedo. Je kan al bij ons nieuws komen lezen, maar wat ik hoor. Dit. Is wat mij is overkomen. Binnenlandse oorlog, die rommel in mijn lichaam. Dit zijn de neurologische gevolgen. Mm-hmm. Dit komt vanwege de neurologische gevolgen. Gaandeweg Mikongrani. Mm-hmm. 4 juni 2016, de rommel aan mijn king. En toen werd ik blind aan het rechteroog. Links kon fout. Mm-hmm. En ik was geen prettige vader meer in huis. En ik was geen leuke man meer in huis. Want mijn bedrijf ging failliet. Ik was directeur-eigenaar van de Versobis van de Souvenirs Business. Okay. En ik had een clandestien van 91 in Suriname. Dat moet ik about buitenland. We hebben een geweldig bright life gehad. Ik had net mijn huis gerenoveerd met alles erop en eraan. Mm-hmm. Toch? En tijdens die renovatie heb ik ook een beetje mezelf geforceerd met dat zwaar werk. Waardoor neurologisch daar in mijn zenuwstelsel, mijn lumbaal centraal zenuwstelsel, de dingen fout zijn gegaan. En toen kwam die blindheid. Mijn vrouw en kinderen dachten, want ik ben een joker, hè, op mijn grap. Dus ze dachten van, deze man is weer bezig met een prank. Is dat je toch? En dat irriteerde mij, want ik wist van shit, dit komt vanuit het leger. Dit is wat mij nou... dat is het cadeau dat ik kreeg van die Binnenlandse Oorlog. Oké, okay. Even, maar wil je mij nu vertellen? Mm. Even, hoe komt dat ik op straat ben beland? Ja, precies. Want okay. Is dus die prank de reden? Want nee. Je bent niet alleen op straat beland, maar toen dit is je hebt ook geen relatie meer met je vrouw. Toen dit is gebeurd, was ik niet gezellig meer in huis. Okay. Ik was... De militaire agressie kwam weer naar boven, want ik vond van niemand begreep mij nou meer in de wereld. Okay. En ja, mijn bedreigde vrouw. Dus je was... Als ze me kon zeggen van luister, ik ben niet van plan verder te leven met een gehandicapte man zonder inkomen. Dan wilde ik je mars vermoorden, ja. En ik heb haar bedreigd met niet mis te verstaan worden. Dus toen kwam er een beschermingsbevel 300 meter 3 jaar lang niet in de buurt te mogen zijn. En toen kwam er een scheiding. En dat is verdomme gebeurd. Niet dat ik mijn kinderen heb genaaid. Okay. Of verkracht. Maar het is net zoals je Bouta wil vermoorden, dus dat ga je ook niet doen. Jere,
Ik heb bij Satan, God, Bakru Lebajorka en Toro al gezworen, meneer Chiris, mamoro. Okay. Het kan alleen gebeuren als je me goed betaalt, hoor. Maar anyhow, ja, kijk, een kat in de ogen even. Look op, ik ben een van anders, nu ben een pinas. Want mijn pina nog kaa. Dus dat betere, heb ik vind. Want dan is het gewoon het en rond. Oké, okay, Oh, je heet ook Pinas. Nee, luister, jij bent geërkend Pinas. Was geboren. Anyhow, dat is de reden dat ik op straat ben. Oké. Okay. En als men het wil weten, ja, ik heb nog contact verdomme met mijn kinderen, ja. Mijn oudste die was het laatst nog hier. Mm. Is me nog komen zeggen van pa, ze was hier met haar man. Mm. Ze was pas bevallen van de derde zoon. Mm. En heeft me nog gevraagd, pa, ga niet meer in op dat seksueel gelul. Het schaadt mij en mijn zus. Okay. Dus ik wil die mensen vragen, willen jullie verdomme je fiets en je smoel houden op je eigen kinderen en mij niet betrekken in die shit? Ik heb het niet nodig. Mijn kinderen heeft het niet nodig. Als jullie seksueel gefrustreerd zijn, doe je ding. Hé, hoe noem ik me zo'n pijwet aan boy, de man tek des aan. Dat ga ik wel weer vermoorden. Laat me niet weten waar jullie wonen. Zij die mij willen brengen naar een verkrachting situatie naar mijn dochters toe. Terwijl ik mijn kort is straffen vanwege verkrachting. Laat de politie één bewijs brengen. Ik daag de justitie uit. Meneer Amoxie, wilt u van me gaan onderzoeken en in de krant zetten? En ik ga de wereld laten weten. Nou. Meneer Amoxie, met biggie you. Wilt u voor me in het dossier, in het archief gaan en onderzoek plegen waar Fernandes Ronald geboren 16 maart 1967 ooit iemand heeft verkracht en daarvoor is opgesloten? Alsjeblieft, doe dat voor me. Dat je hebt me voor u. Oké. Okay. Ik dacht net geboorte dat in 1967. 1967. Maar net hebben we verstaan, 63. Ik ben 63. 67, 16, ja, 3. Nee, want dan mis je als 67 knap, ja, maar je bent 63 en dan moet je me niet in de maling gaan waar nemen. Waar heb ik 63 gezegd? Ja, je hebt gezegd, kijk die dame, ze wijn staat ook op beeld. Dus, heb ik dat gezegd? Je bent 63. Ach, eens kijk nou waarom zou ik liggen, man. Ik ben 16. Ja. Na plaats aan die niet. Ja, okay. Even. Ga eruit. Oké. Met Pora 3. Oké, en dan heb ik nog een kritische vraag. Zien ze het goed? Ja. Is het te lezen? Oké. Maar daar staat ook bij in het brief dat je maar voor 48% invalide bent. Niet voor maar. Is te veel zelf? Is veel nog. Ik weet niet hoe dat is. Dat 15% is al een probleem. Oké. Nou, dat heb ik het verkeerd geïnterpreteerd. Want ik zie dat ik kan, maar ik heb het niet gedaan. En alles aan zijn brengt, ja, goed. Oké. Dus je kan echt niet werken en je bent getraumatiseerd. Ik ben niet getraumatiseerd, dat niet. Je bent niet getraumatiseerd. Als laatste vraag, dan gaan we afsluiten. Morgen is er een, of tenminste morgen. Morgen komen ze weer hier. Santoki moet weg. Ja, de vakbonden komen. Pardon, zeg dat niet zoals het is. De barbaar voor de kombaka. De wie? De barbaar voor de kombaka. De barbaar voor. Weg met Santoki! Weg met Santoki! Dat de deur is niet dat afrijden. Ja, maar dat komt toch omdat Santoki er is. Dus heeft Santoki weer daar. Maar bent u boven 50 jaar oud? Ja. Dan denkt dat kan nog nooit met de Sandis jaren. Sinds grond op de Sandis daar. Oké. Logo, politieke mensen, dat is niet vrij. Alle politici, dat is niet vrij. Akondere, nou wat ik ka. Waar ik je relatie? Als hij nou gewoon. Als hem ik pik kan, want daar heb ik vrije kombaga. Toch? Mijn vader heeft me gezegd, in feite mocht ik niet gaan stemmen laatst. Ik heb het toch gedaan, ik heb mijn vader zijn regels overschreden. Hij deed ik heel zat draaien en kiezen. Toch? Mijn pa wil leren dat we stemmen niet. Want je gaat stemmen voor een groep van tenminste 5000 man. Die rijk gaat worden, arme keren die rijk gaan worden. Mm. En jij blijft arm dat hij nog denkt door, waar ken ik u weer? Nou, gaat niet. Als ik over 5 jaar dan ga je weer stemmen voor een paar
arme mensen om rijk te worden. Ik ga een simpel voorbeeld geven. Toen ik ben gaan stemmen, ben ik in een korte broek gegaan met een okselmouw en een badslipper. En ik ben gaan stemmen voor mijn Nissan Tokyo, want ik wilde hem hebben als president. Nu is hij president geworden en ik word hier geweerd voor door de militair. Ik mag 10 meter voor het kabinet van de president niet komen. En, want ik draag badslipper. Want je draagt badslipper. Maar je bent in badslipper of vorm gaan stemmen? Ik ben in badslipper, korte broek en okselmouw truitje. Een Chinese trui. Ja, ja, onder ja. Trui ben ik gaan stemmen. Maar was niet trui, was je broek bijna bij de sokken. Na een badslipper. Met 10 elektratie. Die zwerver wordt toch eens gaan stemmen. Meneer, en ik ga om zijn toch president te maken. En nu is hij president. En ik ga in mijn badslipper, korte broek met diezelfde trui. Omdat ik hem hier wil spreken. En ik word 10 meter geweerd van het kabinet. Want protocol mij nog mag weer zo. We pot protocol totdat ik de man ga stemmen. Ja, dat is jaren. Hoe erg je me boeren? Hoe dat mag die nou? Mij nog mag komen met jou. Lek van mij weer. Mim scher snor, mim scher mi bal, mim scher mi barba, hoe kom met jullie president? We hebben een begin met een protocol hier. Dat te wees stem. Wie die nog daar nog eens masking, in nog wees lepper, in weer jas das. Wacht even. Dus kom maar geef ze even. Dus te je kon stem, je mag weer zijn Johanni. Ja. Maar dan ga je wel, maar dan ga je wel. Even, maar dan is er wel in een proces, of ook iets wel. Volksvertegenwoordiging. Precies. Volksvertegenwoordiging als massa je pot voet vertegenwoordiging. Precies. En dan vervolgens, if you want to go takken, dan is massa je pot dappen. Er is mijn vriend dat je, nee, je moet de gekleed worden, protocol. Dat protocol ik kan ook. In weer jas das. In weer protocol. Is weer. Is dat rechtvaardig? Ik roep de president en al de juristen en ieder minister aan Maxima Actie aan het aanbakken. Hoe kan bewijs me ergens een woord protocol ik kan voor in grondwet jaren? Mi se va a bord. Juan mi no que fuera a scoro. Scoro pedele que habrá seis mi mozo de esa. Habrá mi bem habrá strati. Toch? Mar. A word protocol me bejunu. U suken jim op in a grondwet. Dou charen kon jim dou teg mit a kijk. Het word protocol staat hier in het grondwet. Dan ben je maar heel grondwet. Bladzijde voor bladzijde. Zonder om onder op water. Okay. Het komt niet voor. Maar zo gauw men regeer mag krijg. Protocol. Je mag niet met. Kijk nu nog. Jongen, dan gaan we baby's aan de geboren te accent aan het protocol uitdagen. Het is nog COVID-protocol en protocol van COVID en COVID-protocol. Protocol, oh, wat protocol? Wacht even, wees je, want je in je boy nou allemaal zijn bestemd op VAP. Men is een van mijn neem, maar ook toen mijn neem. In een protocol. Van mijn neem. Protocol, toch? Oké, oké. Hé, Abu, meneer Fernandez. Omuro. Omuro, Aina. Omroep elkaar in. Bedankt. Toewoord aan de lobby naar meneer en naar u. Oké. Okay. Bedankt en blijf beschikbaar, want dit is wat we gaan bakken. Ik kan komen, brada Lukono. Ja, weet je. Een rein geweten fris geen aanklag. Ja, en mij met dat kemmel op dat goemate dat we beginnen aan karametieren. Dat is goed. Okay. En ik vind blij dat jullie met jullie medium, is dat zeide? Meneer Okorara, is dat zeide? Ik haat het wanneer men mijn interviews neemt en edit en weglaat wat ze denken dat ze niet moeten draaien. En terwijl mijn heren een pokoe en map, je map, je map. Dat heb je heren de pokoe dat constant, dat mag wel. Maar luister, zoals ik praat, dat is wat ik geef, draai het precies zo af. Net lijkt vast aan dat op Facebook viraal, voor zijn bedacht zijn toch je bouwt een map, van hoe bedacht zijn toch je carry map. Wat heb ik al gezegd, want dat is zo onstraan aan mij dat je het niet leuk vindt, doe je tv uit of doe dat ding, delete dat ding, klaar. En daar Simpel. Is de deur. Oké. Okay. Alsjeblieft. Tot zover Kulturo.com voor vandaag. Stand by, stay tuned. We komen met nog meer nieuws. Hey, like it. En vergeet niet te abonneren, ja. Modo lafu, modo dashi, modo ibaka gimme. Modo na biki, bata ike tigili. Shimi futu boli wata, hey! Awe shigili, dawe modo, dawe modo, dawe modo, dawe modo. Ala de oma i modo, modo. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari teana, wogoluku na kulturu teifei.
Tam sabaka gang. De Canada Peuan. Ja. Hey voor het nieuw. Go look up je nieuw. Cultuur on yunsu. Pas de vastraat is refbuntu. Unde van nieuw. Sadef arkina nieuw. Cultuur on yunsu. Pas de vastraat is refbuntu. Suriname zo een hele klan. Mako de pti hele kwan. Weshi, alas my sari. Alas my bari. Mae fu bondru kwa wang. Tak wesre kama masra lang. Beno wa soma, no abif kwari. No abif sari. Yeah, baya kriyoul ya fans of shini. Esha idoule in distance of any. Dambo taki on the right place. Different colors, one stage. Go, 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 be alo ve gro. Be we la fu anza I guess tak I go. Be koro si na nga lei tek blow. Yeah. Be ho horde gi api na follow. Be de skapu di e si ya no wolo. Be te grai de ne juki an a dolo. Man is a biggie biggie, no. We go axa for luck if the low babble late. We go arca problema for the smile in the wake. And we leave be sweetie. So long as I pay you the West Wing committee. Yeah. Druk tap a link make who stelling a praise. Sterker kan wel want united say way. We kunna gemeenschap. We do a roko, maar den a gereedschap. And we the almighty thanks and praise tak. Tak in de wiki na we da eerste leesblad. We zijn beleefschat. Statistieken schrijven je overweeg dat. Ja, had je iets teken in je keel gehad. Biet qua door om iets gehad wat je weet dat. Kulturu.com na anjusu wechari. No fake, no joke, ja anjusu prespari. Efu bondru kwa wanda mine kouda ushwari. Ja anjusu nesari, why begin te wan klari. Subscribe and share, make the fans fi arki. Ja we libu no prati, u ape in ei parki. We de tapastrati, ka kwanga i kragi. U de bore i dwen. Aksa falok fai kwanga de steiging. Efu vergelijk ding. U ababo weis dwen. For wasting, gonna ballasting. A problem for follow na de staking. That make wet a meet a follow food that a hasting. What up a weary come a food that got his skating. E uhu nap den feng. Day for its news. Sto look up chi news. Kulturu nyunsu. Paste pastratis refbuntu. Udeba new. Sadef Arkina New Kulturu Nyunsu Pastefa Stratis Refbuntu.